En er komt nu alvast de allerslechtste woordgraf van 2018. Want de multiculturele dappermarkt in Amsterdam-Oost, die kunnen we nu omtoveren tot Fappermarkt. Wat is er gebeurd? Nou ja, op 1 januari waren we nieuwjaar aan het vieren, zeg maar. Het is heel druk en waren druk bezig. En ja, opeens komt er een meneer binnenlopen, schijnbaar aangeschoten. En die had iets in zijn handen, wat ik niet goed kon zien. En hij zei van, ik wil bier. En toen zei ik van, dat kan niet meneer, want het is hier geen café, we zijn vol. En toen begon hij te schreeuwen over kankerjoden horen je niet, vuile flikkers, ga weg uit deze buurt. Wij zijn moslim, zij zijn sterker en dat soort dingen. Verschrikkelijk. Jij schommelde een beetje. En toen heb ik hem naar buiten kunnen werken. Mensen bleven zitten, verschrikt zeg maar, dus dat is niet zo heel leuk. Dus ik kreeg hem gelukkig naar buiten. En hij ging hier slagenbaren, hakken en ja, zijn kleine loempiaatje tevoorschijn halen. En ja, we waren mee gaan spelen en was ondertussen schreeuwen. Ik kon niet helemaal horen wat hij toen zei, maar binnen had ik al genoeg gehoord, zeg maar. Stond er hier dus gewoon eentje te fappen? Ja. Ja, de fapper van het jaar. De fapper van het jaar, nu al. Niet de dapper, maar de fapper, hè? Ja. Fappen op de dappermarkt. Ja. En dan zit daar dus iemand te eten. En dan? Wat doe je dan? De telefoon pakken en wil je eigenlijk 112 bellen. Maar ik was op dat moment alleen, omdat eigenlijk iedereen brak was van oud en nieuw. Dus ik had een personeelsprobleempje. Dat krijg je er dan ook nog bij. Maar uiteindelijk liep hij weg, zeg maar, samen met zijn vriend. En toen heb ik de hoorn erop gegooid en ben ik snel weer verder gegaan met lekker eten serveren aan iedereen. Ja. Het gaat helemaal niet over het bashen van moslims, wat sommige mensen nu weer op Twitter gaan roepen. Die mensen die hier staan zijn gewoon moslims. Ze hebben moslimklanten. Onze klanten komen overal vandaan. Maar deze meneer was ik zelf aan het uitspreken als een sterke leeuw van een moslim en wij moesten optieven. Daar gaat het om. Dus hij zet zichzelf zo neer, zeg maar. Dit is de tafel waar het gebeurde. Ja, waar de familie zat te eten. Ja, waar die uiteindelijk buiten stond. Ja, het is een toneelstuk. Klopt hij dan op het raam? Ja, rammen. Je kan het zien op de film. Hè. Rammen, kloppen en daar staan en heel hard schreeuwen. Maar wat hij zei kon ik niet verstaan. Ging niet in Nederlands? Weet ik niet. Ik kon het niet verstaan. Ik heb, omdat ik gefrustreerd raakte, omdat ik pas een maandag zeg maar, de aangifte kon komen doen van wat er gebeurd is, maakte ik meer zorgen over mijn collega's en mijn zaken en mijn gasten. En wilde ik eigenlijk gewoon laten zien van jongens, dit is eigenlijk wat er gebeurt, weet je al. Dus als er dan ook zeg maar weer een stoeptegel eruit gaat of ik krijg direct een dreun op mijn neus of weet ik wat er allemaal voor gekkigheid gaat gebeuren. Dan komt er straks in de krant te staan van hij kreeg een dreun op zijn neus. Maar er is veel meer gebeurd daarvoor, zeg maar. Maar ja, dan moest je een week verwachten om dat aangifte voor te mogen doen. En dat is een beetje wat mij frustreerde. En dat heb ik op Twitter gezet, dat is alles. En ik heb geen pers gezocht. En uiteindelijk is dat ja, meer gebeurd, zeg maar. Er komen hier steeds meer nieuwe zaken. Ik heb ook te maken met het anoniem reageren op recensiesites. Ja. En dan zie ik hier bijvoorbeeld een reactie staan voor een zaak die hier ook zit. Ja, dat zijn de meeste ondernemers. Die krijgen dan gewoon bijvoorbeeld 1 ster op zo'n site. Maar ook die mensen worden online bedreigd, zeg maar, met ratingsites. Daar staan gewoon letterlijk dingen op als vieze, vuile, kankerhomo's. Ga weg uit de dapperbuurt, jullie horen je niet. En dat, maar dit wordt dus ook geschreven over jullie? Ja, wij krijgen ook dat soort zaken, ja. En dan halen we het snel weg. Ja, en nu ik dus verdomme uiteindelijk naar buiten ben gegaan met dat filmpje. Omdat ik denk, ja, dit is echt de druppel, dit kan gewoon niet. Dan krijg ik ook van alles over me heen. Dus, wat heb je heel lang gedacht bij jezelf van, Laat ik maar mijn mond houden, weet je. Anders ben ik straks weer degene die loopt te zeiken of de racist. Ja, nou dat is het precies. Eigenlijk is iedereen bang. Iedereen is ook bang, weet je, als we dit filmpje maken van joh, dan ga je praten en uiteindelijk word je weggezet als racist en zijn wij een racistische buurt. Maar dat is helemaal niet zo, want er zit hier van alles. Ons personeel komt overal vandaan, weet je wel. Ja. Van Rusland tot Thailand tot Laos, het maakt allemaal geen bal uit. En ook zo met de gasten. Dus het heeft helemaal niks met racisme te maken, alleen dit gedrag is gewoon niet oké, zeg maar. En dat moet gewoon stoppen. En dan moet de gemeente iets aan doen en de politie meer bovenop zitten. Ik kan me best voor je bij jezelf. Die jongens, hou er een keer mee op, want hier hebben we geen zin meer in. Ik ben al over de 40, dus ik maak me hier echt geen druk om. Nee joh, ben je gek. We hebben als ze met een lumpia staan te zwaaien. Ja, maar die lumpia's die hoef ik niet in mijn mond. Nee. Ik wil het niet weten, Richard. Echt. Wat moet er eigenlijk concreet gebeuren? Concreet moet er gebeuren dat als dit soort dingen gebeuren, dat we ze heel snel kunnen melden bij de politie en de gemeente. Dat ze zien wie het zijn, want het zijn altijd dezelfde mensen. En dat het niet meer ons probleem wordt gemaakt. Want nu wordt elke melding, zeg maar, moeten wij weer een melding van maken. Maar eigenlijk is het probleem niet wij, maar het probleem zit daar. En daar moet iets aan gedaan worden.
Het is een ander loempiaatje, denk ik. Dit zijn echt Thaise loempia's. Die zijn iets groter dan wat we afgelopen keren voor het raam zaten. Ja, serieus? Daar let jij dan weer op, hè? Ja, dat zag ik dan weer wel. Ja.